Hoi, en superleuk dat je kijkt naar het Jeugdjournaal. We gaan het vandaag hebben over opening Hoensport, Autowastraat Zwemclub Lossen groot succes, opening Sporthal de Fakkel. Opening Hoensport. Lossenaar Vincent Spekrijzen is de nieuwe uitbater van Hoensport Lossen. Eind september hoopt hij de deuren van de sportzaak aan de Sint-Matenstraat 18 te openen. Hij neemt dan de sportzaak over van Erik Rolbach, die door omstandigheden moest stoppen. Vincent, in Losser bekend als actieve sportman bij het voetballen en het tennissen, is sinds 2005 ook eigenaar van de gerenommeerde sportzaak aan de Kuipersdijk in Enschede. Deze sportzaak, in 1934 opgericht door het echtpaar Het Hoen, geniet grote bekendheid in Enschede. Niet alleen om het grote assortiment, maar ook door de vakkenkennis op het gebied van wintersport. En nu dus binnenkort in Losser. De winkel zal waarschijnlijk eind september worden geopend. De precieze datum is nog niet bekendgemaakt. Voor vragen en bestellingen kan men nu al terecht in Enschede. Via algemeen@hoensport.nl of via 053 4323 807 kan de contact worden opgenomen. Autowastraat Zwemclub Losser, groot succes! Het tweede achtereenvolgende jaar organiseerde de dames van Zwemclub Losser de inmiddels bekende Autowastraat-actie. Daartoe was de parkeerplaats van het zwembad Brummelsdennen omgebouwd tot Autowastraat, waar de dames een keurig circuit hadden gecreëerd om alles in goede banen te laten verlopen. Toen zaterdag om 4 uur de laatste auto was gewassen en afgedroogd, kon de balans worden opgemaakt. Er waren ruim 137 wasbeurten van ongeveer €7,50 geregistreerd. En dat betekent dat er ruim €1000 was binnengehaald. Dat de dames aan het einde van de dag behoorlijk last hadden van de armspieren, hoeft geen betoog. Woordvoerster Cindy Machtsman zei het volgende: "We zijn erg blij met het resultaat. We hebben met z'n allen keihard gewerkt. Zelfs de kinderen staken hun helpende hand toe. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe wedstrijdballen en voor de renovatie van ons clubgebouw. Langs deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken voor de spontane deelname en graag tot volgend jaar." Opening Sporthal de Fakkel. Zaterdag 11 september was er een wedstrijd van Apollo 8 tegen de Joops Regio Zwolle. Deze wedstrijd stond in het teken van de opening Sporthal de Fakkel. Volley 68 heeft het evenement georganiseerd. Het was een groot succes. Apollo 8 heeft namelijk gewonnen met 3-1. De sporthal was al geopend om 3:30 en de warming-up startte om 3:45. Ook bij dit evenement had je natuurlijk je QR-code nodig in de Corona Check-app. In verband met corona. RTV Lossen was er ook weer bij en heeft hiervan een korte reportage gemaakt. Oh ja, wij zijn
Super bedankt voor het kijken naar het Jeugdjournaal. Wil jij nog graag iets zien in het Jeugdtalk? Mail dan naar nieuws@echtevis-los.nl. En tot de volgende keer!